En dan gaan we verder. We gaan nu rekenen aan de vliegsnelheid. En dus hoe komen we nou uiteindelijk via stromende lucht bij de snelheid van die lucht? Oftewel, de snelheid van het vliegtuig. He, want dat maakt niet uit. We gaan dus kijken hoe je dynamische druk kan gebruiken voor die berekening. We moeten het verschil tussen de een of andere term IAS en TAS kennen. We hebben ook ground speed. We hebben het getal van Mach wat we moeten begrijpen. En we moeten iets weten over de geluidssnelheid. He, dat die gelinkt is aan een temperatuur. Die moet je uit kunnen rekenen. Daarvoor moet je wel als voorkennis weten dat dat temperatuurverschil in de homosfeer is. Hoe dat verloopt. En je moet ja, ook de internationale standaardatmosfeer kunnen gebruiken. Om die geluidssnelheid eventueel af te lezen. Nou is die snelheidsbepaling al aangegeven dat je daar dus een soort pitotbuis voor kunt gebruiken. Hè? Een gecombineerde met een statische poort. Daar is in de vorige clip uitleg aangegeven. Hoe kan ik dat dan meten? Ik moet het verschil meten tussen die twee drukken. Nou, dat kan ik dus doen, ja, heel schematisch gezien, door dat zo te doen. Hè? Aan de ene kant van deze... Van dit membraan komt de totale druk. Aan de andere kant komt de statische druk. En die kamers die duwen tegen elkaar op. En dat membraan kan uitslaan naar links of naar rechts. En daar kun je een metertje aan vastmaken. We kunnen het ook uitrekenen als we een computer hebben. Dan nemen we de statische druk. We nemen de totale druk. En we gaan die van elkaar afhalen. Maar dan krijgen we dus de stuwdruk. Hè? De dynamische druk. We noemen het hier, ik gebruik er twee woorden voor. Dynamische druk. Stuurdruk is hetzelfde, want we hebben in het vorige clipje nog gezien dat die pitotbuis vaak in de stuwpunt wordt geplaatst. De formule die bij die druk hoort, bij die stuurdruk of dynamische druk, dat is een half rho v kwadraat. Nou, hoe komt de rho v kwadraat? Dan komen we daar verder mee. Ja, als we dat een beetje gaan herleiden en we schrijven die halve rho, die delen we onder de q. En dan krijg je deze formule. Dan krijg je uiteindelijk q gedeeld door een half rho is v kwadraat. Dat is hetzelfde als 2 keer q gedeeld door rho. Want wel was het ook weer delen door een breuk. Vermenigvuldigen met het omgekeerde. Als ik iets deel door 2 is hetzelfde als keer een half. Hier is dat een ander voorbeeld. Dus je houdt deze formule over. Nou, als je dan beide kanten deelt door... Ja, als je een wortel gaat trekken, dus niet delen, maar een wortel gaat trekken van beide zijden... Dan krijg je deze fantastische formule dat de snelheid van dat vliegtuig, dus de wortel is van 2 keer de dynamische druk, oftewel 2 keer de stuwdruk, oftewel 2 keer het verschil tussen de statische en de totale druk. En die hoef ik alleen maar te delen door de dichtheid, worteltje trekken en dan weet ik hoe snel ik vlieg in het aantal meters per seconde. Een voorbeeld. Stel dat we weten dat de totale druk ruim 80.000 pascal is. En we weten dat de statische druk net iets minder dan 80.000 pascal is. De vraag is eigenlijk, wat is dan de vliegsnelheid? Als ik op een hoogte vlieg waar de dichtheid net iets meer is dan 1 kilo per kubieke meter. Nou, de formule ken je. Laten we het eens invullen. Die Q, die twee van elkaar afgetrokken, is niet zo'n grote waarde. Dus die statische druk is relatief klein. 559 pascal. Die vullen we in de formule in. Hier staat hij, 2 keer die 559 en we delen hem door de dichtheid. En dan krijg je het aantal meter per seconde als je daar nog de wortel van getrokken hebt. Dit is de true airspeed, zo noemen we dat. En dat is dus eigenlijk de ware snelheid ten opzichte van de lucht. Dat korten we af met TAS, ofwel TAS. Maar wat is dan de IAS? Nou, dat is de indicated airspeed. En die kun je ook berekenen. Want op zeeniveau hebben we te maken met een dichtheid van 1,225 kilo per kubieke meter. En de indicated airspeed is eigenlijk de airspeed die het zou hebben op zeeniveau. En laat ik eerst kijken naar de berekening. Je ziet hier dat die waarde die we net hadden, hier van 1,007, vervangen is door die 1,225. Waardoor we ook een lagere snelheid hebben. Dus de indicated airspeed geeft een lagere snelheid aan. Maar dat kun je wel bedenken, want in een vorige clip heb je nog gezien dat hoe hoger je komt, minder deeltjes er zijn. Als er minder deeltjes zijn, zijn er minder botsingen. Als er minder botsingen zijn, is er minder druk. Dus als je met dezelfde snelheid vliegt, maar minder druk ervaart, dan zou je wel eens kunnen denken dat je minder snel gaat. Maar dat is niet waar, want op hoogte kun je best wel snel vliegen. En dat is de true airspeed.
Dus als je rekening houdt met de dichtheid, ook als die lager is, weet je hoe hard je vliegt. Maar reken je met de waarde op zeeniveau, dan heb je dus de indicated airspeed en dan heb je dus de IAS. En dat moet je goed onthouden. Nou, je ziet het, we kunnen daar verder mee. Je kunt zien dat de true airspeed hoger is dan de indicated airspeed. En daar gaan we nog eventjes naar kijken. Want je ziet hier dat de true airspeed groter is, omdat, en er staat hier een formule, die ga ik eventjes laten zien. Ja, dat was hem weer. Eventjes kijken hoe dat dan nou komt. Want als ik deze formule omschrijf, hè, want die Q is een half rho V kwadraat. En we gaan bekijken dat als ik ergens dichtheid heb, of een Q heb, dan kan ik hem invullen met de dichtheid op hoogte en dan heb ik de true airspeed. Maar zou ik de dichtheid op zeeniveau invullen, dan krijg ik de indicated airspeed. Dus als ik die invul, zou ik hetzelfde antwoord moeten krijgen als dat ik die invul. Ga je daar nou vervolgens allebei delen door een halve rho, hè, dus die deelt dit deel links weg door rechts, dan staan ze boven elkaar en dan zou die halve wegvallen. En dan staat er dus uiteindelijk dat de true airspeed in het kwadraat de dichtheid op zeeniveau is gedeeld door die dichtheid van op hoogte keer de indicated airspeed in het kwadraat. Beide zijden de wortel trekken. En ja, hier staat hij eigenlijk. De true airspeed is de indicated airspeed keer de wortel uit de dichtheid op zeeniveau gedeeld door de dichtheid op hoogte. En is dat altijd hoger dan de true airspeed? Nou, de dichtheid op zeeniveau die is hoger dan de dichtheid op 10 kilometer hoogte. Dus je gaat een groot getal delen door een klein getal. Dus het wordt altijd 1, 2, 3, 4, zoveel. Naar de wortel van. Dat blijft altijd een getal hoger dan 1. Dus ik ga mijn indicator vermenigvuldigen met een getal groter dan 1. Dus er komt een true airspeed uit die inderdaad hoger is. Nou, weet je waar die formule vandaan komt. Het is een handige, schrijf hem ergens op. Je kunt hem vaak toepassen. Want je gaat er één van die twee meten en je weet de andere. Nou, we hebben nog één term, dat is de ground speed. En die ground speed, althans één term, dat is eigenlijk de true airspeed ten opzichte van de aarde. Dus je kunt ook nog wind mee hebben, je kunt wind tegen hebben. Dus dat moet je er een beetje bij optellen. Je ziet hier een voorbeeldje, als ik met 100 km per uur vlieg en die wind die gaat met 40 km tegen me in, dan heb ik een grondsnelheid van 60. Hè. Dus je moet inderdaad ook rekening houden met de windsnelheid en tegenwind wordt als negatief beschouwd. Het getal van Mach, dat is eigenlijk de snelheid waarvan je vliegt ten opzichte van de geluidssnelheid. En Mach 1 is dus vliegen met dezelfde snelheid van geluid. Ja, dat kan niet altijd even prettig zijn. Zeker niet voor de burgerluchtvaart. Gaan de dingen kapot, dat willen we niet. En de aerodynamische eigenschappen, die veranderen ook. Het gebied waar wij ons mee bezighouden, dat is subsonisch. Dat is langzamer dan de snelheid van het geluid. Je kunt supersonisch vliegen. Of hypersonisch, dat is allemaal sneller dan het geluid. Maar daar gaan we niet naar kijken, dat komt in de latere modules. Wij blijven onder het getal van Mach van 1. En ja, de eenheid daarvan. Als je de werkelijke snelheid deelt door de snelheid van het geluid, dan heb je geen eenheid. Het is een verhoudingsgetal. Je mag ook niet zeggen 0,2 Mach, want dat zou impliceren dat er een eenheid aan zit. Dat heeft het niet. Dan moet je alleen die geluidsnelheid nog wel even uit kunnen rekenen. Je kunt hem opzoeken in de tabel. Je kunt hem ook berekenen, want hij is alleen maar afhankelijk van de temperatuur. En dat kan er op een hele ingewikkelde manier, maar ook op een makkelijke manier. Kijk, die VT, dat staat voor de snelheid van het geluid bij een bepaalde temperatuur. En die V0 staat voor de snelheid van het geluid. En dat nulletje staat altijd voor zeeniveau. Je kunt T0, V0, je ziet het ook, T0 is de temperatuur bij zeeniveau in Kelvin. V0 betekent de geluidssnelheid op zeeniveau in meter per seconde. Dat zou ik dan op deze manier uit kunnen rekenen door die temperatuur die er is kunnen delen door de temperatuur op zeeniveau, worteltje trekken, keer de snelheid op zeeniveau. Dus dat zou 340 meter per seconde zijn. Die temperatuur T0 is 15 graden Celsius, ofwel 288 Kelvin. Maar dat kan simpeler. Je kunt ook zeggen, wacht even, als ik de temperatuur weet in Kelvin, ik neem de wortel en ik doe keer 20, kom ik op precies hetzelfde uit. En dan heb ik in één keer de snelheid van het geluid op zeeniveau. Dus onthoud die maar, die staat niet in het boek, maar dat is een goede tip. Dan heb ik in één keer de snelheid van het geluid waar ik vlieg. Moet ik wel goed zeggen.
Nou, uiteindelijk vlieg je hoog in de lucht, natuurlijk op een lagere temperatuur. Dus de geluidssnelheid ligt ook lager, dus de maximale snelheid waarop ik kan vliegen is eerder bereikt. Nee, dus er zitten grenzen aan. Nou, uiteindelijk heb ik een maximale vliegsnelheid. Ik heb je dus nu laten zien wat in ieder geval het verschil is tussen de indicated airspeed en de true airspeed. Je weet dat je het kunt berekenen, de snelheid, aan de hand van de dynamische druk. Die formule is handig om te onthouden, weet je wel. 2 keer de dynamische druk, een gedeelte de dichtheid en de wortel ervan. Je weet wat getal van Mach betekent en je kunt de geluidssnelheid uitrekenen. Nou, dat is eigenlijk het idee. En tot de volgende clips. Hoi!